De video gaat deze week over inflatie. De prijzen die stijgen, dat merken we allemaal. Merkt u het ook in uw portemonnee? Ja, natuurlijk. Ja. Je geeft veel meer uit als dat voorheen. En zeker de winkels ook, die allemaal verbouwd zijn, die hebben ook nog eens de prijs opgegooid. Inflatie, ja, daar merken we denk ik allemaal wat van. Alles gaat omhoog door de oorlog in de Oekraïne. Gasprijzen gaan omhoog. Noem maar op, iedereen heeft ermee te maken. Dus ook ik, wij hebben ermee te maken. Het is niet anders. Ja, zeker. Want, als we boodschappen doen, we hadden eigenlijk bijna altijd ongeveer hetzelfde bedrag. En dat is toch zeker een tientje of meer, is dat duurder geworden. Ik geloof dat iedereen het zo in zijn portemonnee merkt. Want als je nou gaat vergelijken wat het van een paar maanden geleden en wat je nu, dan merk je het inderdaad, met boodschappen ook. Ja, natuurlijk merken we het. Maar wat ik altijd doe, ik loop op de reclame. En nou ook met de energie en zo, dus je let veel meer op. En op wat voor manieren probeert u zelf een beetje te bezuinigen? Nou, goed kijken wat je inkoopt, hè? Ja. En toch wat meer naar de B-merken. Nou, voorlopig valt dat nog wel mee. We gaan nog steeds wel regelmatig even in Delft een bakkie doen of een biertje halen. Maar ja, op een gegeven moment, ja, dan zou je er echt wel harder gaan merken. En ik denk dat er, wat dat er gaat, hebben wij nog wel geluk. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het slechter treffen. Als je de lichten uitdoet en je gaat overal op de koopjes lopen. Nou, kleding en dergelijke doe ik toch altijd al heel erg op de groene manier. Want wij doen altijd van tweedehands kleding. En een vriendin van mij, die doet altijd als ze de kast uitruimt, krijg ik weer haar kleding. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, we rijden met de tram. Heel weinig. Met de tram. Ja. Nou, en de auto. De bus met de tram. Kijk, ik kom dan in Amsterdam, daar wonen zo'n jaar, dan ga je met de auto. Maar dan zo. Ene keer. Nou, we letten meer op energie, dus wat meer lampen uit. Minder overschoteltjes, las ik van de week in de krant. Ik dacht, daar kan ik ook wel eens aan beginnen. Ik heb wel het idee dat we altijd al wat oppasten. We rijden minder, de benzine is natuurlijk ook duur. Dus we proberen wel bij die grote posten een beetje te bezuinigen. Met gas doen we ook al minder, daar letten we ook al op van de verwarming iets lager zetten en wat minder met de auto en meer met de fiets. Zo los je het maar een beetje op.